Hi, welkom. Ik ben Akinne Wilson en ik ben Collective Learning Fellow bij Kunstinstituut Melli. En dit is Cultuur in Cijfers. Maar als ik aan plezier denk, denk ik aan 31 dagen in de zon en aan zee, 5 heerlijke maaltijden op 1 dag, 3 uur lang ongestoord creatief bezig zijn, 2 uur genieten van een concert of een voorstelling, 1 knuffel per dag en zero stress. Maar in dit geval komt 25 overeen met 31 dagen in de zon. Want we hebben onze directe collega's in het kunstveld de volgende vraag gesteld. Wat brengt jou plezier? En 25% werd helemaal warm van de zon. Daarnaast had maar 3,5% plezier uit eten. Heel apart, 'cause I'm a foodie. Maar de grote vraag is natuurlijk, is plezier een begrip dat we meetbaar moeten opstellen? Of is het een groot feest van vreugde? Blijf kijken en misschien kom je erachter. Goedenavond, je kijkt naar Melli TV. Een driedelig community tv-programma dat de nieuwe naam van het Kunstinstituut Melli in Rotterdam lanceert. Mijn naam is Simone van Saarloos en ik zal jullie door deze aflevering heen leiden. En we gaan het hebben over joy. In de vorige 2 afleveringen stond er ook een thema centraal om de nieuwe koers van het instituut vorm te geven, te verdiepen. In de eerste aflevering was dat vulnerability, kwetsbaarheid. In de tweede was dat learning, leren. En vandaag dus over joy, viering, plezier, genot. Met de sprekers van vandaag onderzoeken we hoe joy, genot, viering, plezier belangrijk is in tijden van crisis en verandering. En ik spreek uit ervaring als iemand met een activistisch gemoed, als ik zeg dat het gemakkelijk is om joy te vergeten. Je wilt namelijk altijd meer, meer radicale verandering, meer schudden aan de fundamenten. Maar het heeft geen zin om te wachten tot na de revolutie om te vieren, om feest te vieren. Want dan wordt de revolutie een event in plaats van een lang durend proces. De nadruk op joy zorgt ook voor een omwenteling. Onrecht en oneerlijke verdeling doen ons al gauw geloven dat er geen ruimte is voor joy. En juist als we om vrijheid vragen, moeten we dan niet oefenen met die lichamelijke ervaring van vrijheid. Joy legt ook de nadruk op het lichaam. Een kunstinstituut is niet alleen een ruimte en een verzameling van objecten, maar ook een komen en gaan van lijven die in de maatschappij een context hebben en een positionering. En joy benadrukt ook verschillende tijdservaringen. In een nachtclub of tijdens een dansbattle, tijdens het lezen van een moeilijk boek of een intense vrijpartij kan een kort moment heel lang duren en andersom. Joy dus. In deze derde aflevering van Melli TV richten we ons op joy. Het lichamelijke besef van vreugde, maar eerst gaan we praten over de ervaring van joy in het instituut. Jesse Koeiman is aangeschoven en Paul van Gennep. Paul is de adjunct-directeur van Kunstinstituut Melli en zet zich al meer dan 30 jaar in voor het instituut. Hij is daarmee de oudste medewerker, al sinds de oprichting in 1990 betrokken. En Jesse Koeiman is beeldend kunstenaar en de jongste curator van Melli, sinds 2018 betrokken om collective learning, collectief leren, vorm te geven. Paul, om bij jou te beginnen. Yes. Wat was de missie of de drijfveer van het instituut toen jij hier binnenkwam in de jaren 90? In de jaren 90, toen waren er nog een heleboel dingen niet die er nu zijn. En het was eigenlijk een plek te creëren waar hedendaagse kunst naast een plek zoals Boijmans, waar toch op een wat musealere manier wordt gekeken naar hedendaagse kunst, om daarnaast een plek te creëren voor hedendaagse kunst. Eigenlijk was het een voortzetting van de afdeling presentaties, tentoonstellingen van de Rotterdamse Kunststichting. En dat was Galerie Het Venster en dat was Galerie Westsingel 8, een paar jaar daarvoor het Leijman Centrum. En die moesten allemaal een nieuwe plek krijgen in het Rotterdamse.
En dat was eigenlijk een beetje de drijfveer. En wat was er dan specifiek anders dan de andere kunstinstellingen? Nou, kijk, bijvoorbeeld als je bij Boijmans, dat het veel flexibeler is. Dat het, we hebben nu 3 tentoonstellingen per jaar, maar we begonnen heel opportun met 7 tentoonstellingen per jaar. En dat is ook allemaal nog gelukt, ook wonder boven wonder. Ik zou het niet meer terug moeten denken, maar... En dat dat allemaal hier een plek had, op één plek. De taak was ook om de vernieuwende dingen... Kijk, in Boijmans had je... Als je daar als hedendaagse kunstenaar een tentoonstelling had, dan was je al min of meer... was je behoorlijk gesetteld al. Of in aanloop. Maar hier kwamen echt ook de nieuwe dingen aan de orde. Wat vind je het leukste aan je werk hier? Het leukste vind ik dat je heel veel mensen ontmoet, veel mensen kan samenbrengen. Dat je projecten kan starten met elkaar, het samenwerken eigenlijk. Ja. En ook manieren bedenken om mensen samen te brengen, zeg maar. Vooral dat. En ik haal dan ook altijd heel veel energie uit de events dan die hier plaatsvinden. Want ik organiseer dan veel events hier. Ja, en daar haal ik dan heel veel plezier uit. Dat daar dan mensen op de events zijn. Mensen die delen met elkaar. Mensen die connecten met elkaar. Zijn er herinneringen die bovenspringen? Behind the scenes misschien? Of juist een tentoonstelling of een ruzie tijdens een opening? Die waar je aan denkt als je denkt van... Oké, dat was echt een heel bijzonder moment. Ja, dat zijn er heel veel. Dat is, kijk, wij hebben hier in de beginjaren, ik noem een hele Euthysica tentoonstelling. Nou, dat was gewoon een belevenis, weet je wel. Met palmbomen, papegaaien. Dat was dan ook onderdeel van mijn werk om dat allemaal te produceren hier op die tweede en derde verdieping van dit gebouw. Ja. En dat is er eentje die er dan wel uitspringt. Maar En wat heb jij van Jesse geleerd? Het feit dat je daar... noem het dan maar gelijk collective learning... dat een grotere plek krijgt binnen het instituut. En dat zo iemand als Jesse daar zeker een grote input in heeft... Dat is niet een kwestie van leren. Dat zou ik niet kunnen, weet je wel. Dus daar moet gewoon ruimte voor zijn. Jesse, wat zou je zeggen is echt een groot verschil tussen jullie twee? Ik denk, Paul is heel praktisch. Dus die denkt dan, oké, wat hebben we nodig? Dan maak ik het zo, dan maak ik het zo, dan heb je het zo. Dus best wel gewoon straight. En ik kan nog best wel hier en daar en daar. Oh, leuk idee, gaan we dat doen? Leuk, dan gaan we dat doen. Heel erg... aan het dromen eigenlijk. Ja. We moeten door, maar ik heb nog één vraag toch nog voor Paul. Want in de eerste aflevering had Charles Landvecht het over dat instituten niet veranderen omdat mensen heel lang op één plek blijven zitten. Ja. Je zou kunnen zeggen dat jij zo iemand bent. Ik voel mij zeker aangesproken, ja. Ben je het met zijn analyse eens dat instituten daarom niet veranderen? Ja, kijk, we hebben hier inmiddels 7 directeuren gehad. We hebben die staf... Dat is niet meer wat hier al is doorheen gestroomd door dit instituut. Dat is niet te bevatten. Dus ik denk dat je... Dat is een van mijn kracht. Dat is een krachtig ding hier. Dat het een soort van stabiele factor is. En, Dan gaan we nu er even uit naar de perspectives. Iedere aflevering zijn er om perspectives gevraagd. Perspectieven, verschillende perspectieven. In deze hebben we 5 sprekers gevraagd die niet aan tafel zitten, maar wel meedoen aan het gesprek. Want op het moment dat je een feest geeft of iets wil vieren, dan is natuurlijk altijd de vraag wie krijgt een uitnodiging. Maar ook wie kan de kelder in, bijvoorbeeld. Wie voelt zich welkom? Het werd net al even genoemd. De perspectives. Oké, ben je al aan het filmen? Ja. Top. Waar haal jij vreugde, genot of
Wat was het ook alweer? Wat ik heel leuk vond, was een kwartier aan één stuk doorwalsen. Is dat niet helemaal recht? Hoe zeg je? Ik kan het zeggen. En toen ik 89 gedichten had, van 43 dichters, toen heb ik er een boek van laten maken. Lockdown Love en Karatijnenkriebels. Die kriebels vanwege de gedichten die niet over liefde gaan. Dergelijke gedichtjes staan erin, er staan mooie liefdesgedichten in. Ik raak daar in een soort van extase van. Als ik iemand ontmoet, of als ik iets lees waarvan ik dacht, dat had ik ook wel willen zeggen. Of zo denk ik erover na, maar zo had ik het niet kunnen verwoorden. Zijn mijn echte vrienden om me heen. Maar bij genot denk ik echt wel aan seks. Het nadenken over een utopische wereld. 6 kleinkinderen van 22 tot en met 28, die hebben meegedaan. Dat vond ik geweldig. En ik maak zelf ook wat gedichtjes. Ik denk dat de feesten die ik heb bezocht in deze coronatijd zijn eigenlijk de beste feesten geweest, omdat het voor mij veel toegankelijker is als het online plaatsvindt. Nou, mijn feestje is een feestje waar lekker muziek gedraaid wordt, lekker housemuziek. Ja, een bed ergens, zodat iemand kan liggen of iemand met sensorische overprikkeling, dat hij misschien een koptelefoon kan opdoen, dat hij daar gewoon overal liggen, koptelefoons. En de reden dat ik zoveel genot haal uit seks is omdat dat echt voor mij een manier is om helemaal eventjes weg te zijn van deze wereld. En op te gaan in iemand en ja, gewoon plezier te hebben. Het is lichamelijk ook leuk. De intimiteit is fijn. Of misschien wel virtual reality, dat je daar eigenlijk in de kamer bent, maar je bent er niet. Zulke soort ideeën heb ik erover. En verder vind ik het altijd fijn als mensen zich mooi aankleden. Dat vind ik heel fijn op een feest. Dat je in ieder geval ziet dat mensen hun best hebben gedaan om hun fantasie te gebruiken voor zo'n avond of middag moment. Vrijheid van gender en geaardheid. Volledig inclusief. Hè, dus voor mensen met een beperking, dat die alle kanten op. Om gewoon te levelen met iemand of herkenning te vinden in iemand. Echt dat moment dat je denkt, ja, daar heb je het over. Dat je elkaar zo aankijkt en denkt, oh ja, dat. Ja, snap je wat ik bedoel? Ik heb bijvoorbeeld gemaakt, ik zou zo graag eens aan je zitten. Het zal de zonde zijn, ze zullen erover praten. Maar eeuwig zonde zou het zijn om het daarvoor te laten. Welkom terug bij Melly TV. Op Open Rotterdam te zien en ook via kunstinstituutmelly.nl. In dit tweede deel van het gesprek gaan we dieper in op joy en met name wat joy betekent in tijden van sociale verandering en crisis. En ook het belang van het lichaam zal ter sprake komen.
Jesse Koeijman, curator, is blijven zitten en Leal van Herwaarden is aangeschoven. Welkom. Leal is artistiek leider van het hiphophuis, oprichter van de Dutch Dance League en doet zelf ook live optredens. Leal was bovendien onderdeel van de externe adviescommissie tijdens de naamsverandering van Kunstinstituut Melly. En om bij jouw betrokkenheid bij Melly te beginnen, hoe heb jij de naamsverandering ervaren en ook daarin de poging om afstand te doen van het koloniale verleden wat natuurlijk aan Witte de Wit kleeft? Ja, dat is een goede vraag. Ik vond het een heel interessant proces om mee te maken, de naamsverandering of de committee daarvoor. Ik ben heel erg een voorstander, zeg maar, van het feit dat we van die koloniale naam af wilden. Mm. Ik denk dat de mensen onderschatten hoe belangrijk dat is. Wat voor onbewuste signalen je uitzendt op het moment dat je zo'n naam uitdraagt. En ik was vooral verrast eigenlijk over hoe grondig dat proces is verlopen. Hoeveel verschillende processen erin waren, hoeveel mensen erbij betrokken waren. En ik denk dat juist omdat ik het achter de schermen heb meegemaakt en erover heb mee mogen adviseren, dat ik echt extra voel waarom die naam, de nieuwe naam, Melly, zo'n goed gekozen naam is. Die echt eigenlijk vanuit de community, voor en bij de people is gekozen, weet je wel. En dat is heel erg iets waar ik voor sta en wat ik uitdraag in de communities die ik vertegenwoordig. Voornamelijk de hip-hop communities, om het maar zo te zeggen. Ja, en je was in juni ook op de Erasmusbrug tijdens de antiracisme demonstratie. Mm-hmm. En wat ervaar jij daarin het belang van joy in tijden van rouw? Natuurlijk aan de ene kant rouw, maar ook protest. Hoe ervaar jij dan het belang van joy daarin? Ja, het is een geladen vraag en ik denk dat het heel persoonlijk is per persoon. Mm. Ik was zelf een van de vijf hoofdsprekers. Maar ik had ook een dansperformance geprogrammeerd, een voorstelling. En het interessante is dat je, als je daar kwam, in het begin er speelde muziek. Mensen waren dingen samen aan het chanten. Mensen waren aan het dansen. Maar het was een protest om een heel serieus onderwerp. Dus sommige mensen waren kind of confused van, hè? Hoe dan? Moet het niet heel zwaar beladen zijn en noem het maar op? En ik denk, wat ik eigenlijk zie in zwarte cultuur, African culture, is dat dingen vaak hand in hand gaan. Om een voorbeeld te noemen, bluesmuziek. Dat bestaat uit, dat zijn klaagliederen. Mensen delen hun pain, hun struggles. Maar daar maken ze ook weer iets van waar men naar kan luisteren. En of je dat nou snapt of niet, heeft het een bepaalde esthetiek. Het is mooi. Men luistert er graag naar. Ik ben zelf Capverdiaans van komaf. Wij hebben ook traditionele muziek die gewoon heel mooi is om naar te luisteren. Maar in a way is het een soort van, hoe ik het breng is, ik zie African people sometimes als alchemists. Ja. Ze nemen hun pain, ze nemen hun struggle en ze verdraaien toch naar iets moois. The roses that came from concrete, zegt Tupac vroeger. Dus men moet begrijpen van, je kan dingen op verschillende manieren expressen. You can express in words, you can express in movement, in dans. Beeldend kun je dat doen. Dus ik denk dat het belangrijk is voor mensen om te beseffen dat alleen al jezelf expressen en samenkomen en dansen en muziek maken en zingen en soms gewoon lachen, is al een manier om te overleven. Is al een manier om dingen draaglijker te maken. En is ook een manier om dingen te expressen. Ja, het doet me gelijk denken aan het collectief leren programma van Jesse. Hè, waar dus die lichamelijke expressie zit daarin. Dus expressie, maar ik vroeg me ook af of heling, dus collectief leren, of dat niet ook een collectief helen is, de heling die jij benoemt. Moest ook denken aan vrijheidsstrijder en activist Angela Davis, die eigenlijk een tijd geleden aangaf van self-care heb ik geleerd van de jongere generatie. En dan zie je dus dat die care wordt belangrijk in vrijheidsstrijd. Herken je dat voor jouw programma? Of? Ja, zeker. Ik denk, dat is voor mij persoonlijk best wel een belangrijk iets, dat self-care en healing. Ja. En ik sluit me ook helemaal aan bij wat Leal net zegt. En ik vind dat ook eigenlijk een beetje essentieel in het proces ook. Want
Ja, als je alleen maar bezig bent met inderdaad het strijden en het vechten. En het, dan ben je jezelf op een gegeven moment ook kwijt aan het raken in het proces. Dus je moet ook bepaalde dingen celebraten gaandeweg, want anders... Ja. Dus ik zelf probeer altijd in de programma's die ik dan hier organiseer... inderdaad dat joyvolle, dat, die healing, die togetherness van samen staan we sterk. Heel cliché, maar toch wel. Dat probeer ik elke keer te combineren met het learning, zeg maar. En vandaar ja, dat ik dan ook in die programma's ben gaan uitbreiden naar, in plaats van alleen die expressie in visuele kunst, ook te kijken naar de kunsten van inderdaad performance, van dans, van spoken word, muziek. Omdat dat allemaal met elkaar verweven is, hoe je dat en hoe iedereen zich daarin expressed, zeg maar, of uit. Dus ja, ik zou wel zeggen dat dat een belangrijk iets is. En ik moet ook zeggen dat ik dat in het team zelf hier in het instituut ook heel erg doorheen aan het pushen ben. Want iedereen die is zo gefocust op bureaucratisch en het moet zo en het moet zo en het moet zo en het moet zo. En dan ben je eigenlijk zelf helemaal niet meer leuk met je werk bezig. Of dat zie je dan een beetje, of een vibe en alleen maar stress. Dus ik probeer in het team zelf dat ook gewoon van even chill, even leuk, even kom allemaal allemaal even snoep eten en dansen en dan klaar, dan weer verder. Ja. Ja, en het klinkt ook dat die lichamelijke kant zo ontzettend belangrijk is. Tenminste, ik moet zelf altijd denken dat als er gesproken wordt... oh, je mag tegenwoordig dit niet meer zeggen. Als dat wordt gezegd, dan denk ik altijd... maar het gaat helemaal niet om een woordenlijst die je niet mag zeggen... maar over de fysieke ervaring die je hebt wanneer je bepaalde woorden gebruikt. En op het moment dat je iemand daarmee beledigt, dat je dat voelt. Hoe is dat voor jou in relatie tot het hiphophuis? Dat, ik neem aan dat dans voor een heel groot deel centraal staat... Wat is precies die lichamelijkheid? Wat is daaraan verbindend of wat is daaraan zo belangrijk? Ja, daar zou ik van alles op kunnen zeggen. Maar ik denk dat in eerste instantie wat ik belangrijk vind... en ik hoor dat ook in Jess' verhaal van... dat het belangrijk is dat we connecten met onszelf. Mm. Dat we... weet je, linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Weet je, in de westerse maatschappij zijn we heel erg van de ratio, van de woorden. En ik merk dat in andere culturen, dat daar veel meer balans in zit. Of althans, zo ervaar ik dat. Mm. En ik merk in ieder geval, ook vanuit waar ik ben opgegroeid, mijn cultuur, de Cavadiaanse cultuur, dat veel meer gebruikelijk is. Dat men samenkomt, zingt, danst, beweegt zichzelf op zo'n manier uit, weet je wel. En ik denk dat dat voor heel veel black en brown mensen geldt. Dat gewoon een andere manier is van jezelf uitdrukken. Dat first and foremost. En daarnaast, als je het hebt over het belang van woorden en je mag dit en dat niet zeggen. Ik denk dat wat men vaak ook meer mag beseffen is dat het soms meer draait ook om... intentie is één ding en impact is iets anders. En ik vind vaak... impact vind ik belangrijker dan intentie soms. Dus soms heeft men, staart men zich blind op, dat wordt wel, dat wordt niet. Maar het gaat ook om van, maar wat is je gedachteproces? Mm. Hoe kijk jij tegen de wereld aan? Hoe kijk jij tegen mensen aan? Hoe kijk jij aan tegen groepen of onderwerpen waar jij minder bekend mee bent? Welke positieve en negatieve aannames heb je daarbij? En het hoeft niet eens direct een aanname te zijn. Soms kan... Als we het hebben bijvoorbeeld over privileges. Oh mijn god, ik ben daar alweer beland. Maar oké, we gaan het erover hebben. Als we het hebben over privileges, is het soms... merk ik dat men niet begrijpt dat je van een privilege kan genieten... zonder dat jij een intentie hebt daarbij. Of zonder dat jij zelf direct iets wil doen. Maar alleen al doordat jij zo geboren bent, of whatever, heb je dat. Dus het kan zijn dat gewoon door jezelf te zijn en je bent een goed persoon... dat je toch part of the problem bent. Mm-hmm. En dat vond ik zo mooi aan het protest toen op de Erasmusbrug. In die tijd, tijdens de hele Black Lives Matter era, hoorde men vaak zeggen van... het is niet genoeg om niet racistisch te zijn, maar je moet antiracistisch zijn. Mm-hmm. Dan ben je part of the solution. Mm-hmm. Weet je wel? En ik denk dat kind of ties in, ook into de naamsveranderingen, noem het maar op... dat die naam er was en dat je het wel of niet wist... Dat doet er niet zozeer toe. Het gaat erom, je weet het nu. Je weet
Je propageert iets bewust of onbewust, wat ga je ermee doen? En dan gaat het verder dan de naam. Want de naam, dat zijn de woorden. Ja. Maar het lichamelijk is, wat ga jij doen? Ja. In het gesprek met Paul vertelde je ook dat je zelf, toen je hier in Rotterdam een kunstopleiding deed, dat je eigenlijk nooit hier binnen was geweest. Hmm. Waarom denk je dat het toch belangrijk is dat mensen hier binnenkomen? En ik bedoel dat niet als een promotievraag, maar je zou net zo goed namelijk kunnen zeggen van, weet je, if you have your own community, stay there. Right? Like, waarom zou je naar het instituut moeten komen? Nou ja, ik vond het eigenlijk gewoon belangrijk dat welk instituut dan ook, of dat nou een school is of een kunstcentrum of whatever, dat daar een bepaalde manier is van omgaan met. Dus wat ik hier niet zag was representatie van people of color bijvoorbeeld. Wat ik ook niet zag was het als je kijkt naar klassenniveau, was dit natuurlijk heel elite, high class kunst. Niemand van mijn community of ikzelf begreep die teksten die er geschreven werden of dat soort dingen. En ik denk dat is gewoon niet meer van deze tijd. Mm. Dus ik vind dat, sowieso vind ik dat kunst moet toegankelijk zijn voor iedereen. En dat was eigenlijk gewoon de stok achter de deur. Mm. Dat kunst toegankelijk moet zijn voor iedereen. Waarom is dat niet voor iedereen? En ik vond dat gewoon een raar iets. Dus vandaar dat ik me daar, ja, vond ik dat nodig was om op zijn minst een beweging daarin te maken in het instituut. Mm-hmm. En dat heb ik dan op zich met de programma's die er dan al zijn geweest, heb ik dan ook wel gezien dat er dan nieuwe mensen binnenkomen die ook nog nooit waren binnen geweest. En die dan zeggen van, oh, ik vind het eigenlijk echt super tof hier, maar hiervoor voelde ik me niet welkom, dus kwam ik niet. En nu is dat een beetje aan het versoepelen. Dus ja, ja, waarom zou je zulke mensen dan al die tijd niet betrekken of zo? Ja, ja. Ja, en dat gaat natuurlijk ook over materiële verdeling. Dat maakt ook het instituut, wie krijgt het geld? Misschien die vraag toch ook als afsluiter aan jou. Mm-hmm. Omdat je, hè, zeg maar, je ziet heel vaak inderdaad dat objecten wel als kunst worden gezien, maar inderdaad beweging niet, dans niet. Jij strijdt ervoor om dat ook als kunst te benoemen of als cultuur. En niet alleen de gesubsidieerde cultuursector. Maar je zou ook aan jou de vraag kunnen stellen van waarom die erkenning? Mijn antwoord hierop, dat ontwikkelt zich over de tijd. En iets waar ik nu heel erg over nadenk, is van de vraag, wij leven allemaal samen in een stad. Wij leven allemaal samen in een land. Er zijn voorzieningen, er zijn opportunities. En die zouden, denk ik, iedereen zou die kansen moeten hebben. Iedereen zou die zekerheid moeten kunnen hebben. En wat je nu merkt, is dat in een stad waar iedereen gemeenschapsgeld betaalt, iedereen betaalt belasting, die kansen heel scheef verdeeld zijn. Mm. Weet je wel? En het zou niet zo moeten zijn dat mijn artvorm of ik als artiest moet struggelen om mijn hoofd boven water te houden en een ander artiest wel in een warm bad loopt, om het maar zo te zeggen. En aan het einde van de dag gaat het erom van, zijn wij nou allemaal Rotterdammers of niet? Hebben wij allemaal aanspraak op dat geld of niet? En daar moeten we gewoon open zijn met elkaar. Ja, dat. Yeah. That's when the joy starts. Ja. We gaan het straks hebben over het creëren van dat warme bad. Jij blijft zitten, Leon. Mm-hmm. En dankjewel, Jesse. En dan gaan we door. We gaan er even tussenuit voor het volgende onderdeel van deze aflevering. Kunstinstituut Melly is namelijk vernoemd naar een kunstwerk van Ken Lum. Melly Shum hates her job. En zoals al eerder is genoemd in andere afleveringen, is Melly Shum geen fictief figuur. Zij bestaat. Maar wie is zij nou eigenlijk? Stijn Kemper en Yahaira Brito Morve gaan met haar in gesprek. 2 jaar geleden stuurde ik mijn eerste mail. Ben jij de Melly Shum van het kunstwerk Melly Shum Hates Her Job? Nog geen 10 minuten later had ik alweer een antwoord terug. Ja, dat ben ik. Ze begonnen heen en weer te mailen. Ik had natuurlijk heel veel vragen. Maar van bellen is het nooit echt gekomen. Tot 2 weken geleden. Wij kregen de mogelijkheid om met Melly Shum te gaan bellen. Zij vertelde ons over Ken Lum, wat ze nu doet en hoe het is om een kunstinstituut te worden. Dit is wat ze ons vertelde. My name is Melly Shum. I'm 52 years old.
I'm living in Toronto, Ontario, Canada. I'm a salesperson in selling appliances, in high-end appliances. I was studying in university. I met Ken Lum, and he is my professor. So he wants to do a project, and the whole class joined it. And I only go to the studio to take the photo to look like a clerk to work in in the office. The photo sitting behind the desk is the only position he asked me. So I guess he already in his mind, he already print out I will be a clerk style in that picture. I only got the original copy of that photograph, but I didn't get the side that is the graffiti. So I never know that it was he put a little bit sarcastic way on this project. And then I go to come to work at the beginning. I try to go into working as in the gallery, but I can't get really well because the reason why is probably still a lot of people in that sector is want to be more flexible. But I have a family that I have to support, so I changed my career. I go into sales. Yeah, because my whole family actually is in generation, they all are retail salesperson. So that's the reason why I go into sales automatically. At the beginning, I thought I will not be the same as my grandma liking selling. One of my co-worker, we were nothing to do that day. We all type our name in Google. They type my name and then they find out that, Melly, you hate your job. That's the first time we find out everything. When my sister first saw that picture, she said, what? How can you let a person write that type of graffiti on it? It's too hilarious. And if your boss see it, will be really, really upset. I say, don't worry, it's just for fun. What is not that important. Actually, most of my boss, they love that picture. They think it's funny because it's absolutely not my personality. When I call to one of my colleagues in Vancouver, she says she know me. I said, this is the first time I know. I never go to Vancouver at that time. So she said, I know you. I saw you before. I said, I knew. Have you been in Toronto? And then she said, no, I just saw you at one of the restaurants because you are the poster. The reason why I do it is I was thinking, it's a fun thing to memorize your life for just take a photo and it becomes an artwork and then it becomes generation and generation people will remember you. I was thinking that I'm just one of the lucky ones that becomes rememberized. I feel I'm so lucky that I take that picture and then I never think that I will become famous. I just, at that time, I was just thinking, okay, everyone is having fun. So I joining this project. So I should be one of them. I will not be the person that left out for the fun. Because I'm just an ordinary person, like everyone in the world, basically working hard for bring money to home and feed the people, feed the family, that type. And then this time I was so honored that everyone put me to a famous institute and named my name as your art institute. This is one thing is not everyone in the world have a chance like that.
Yes, welkom terug bij Melly TV. Te zien via Open Rotterdam en kunstinstituut Melly.nl. Melly TV is een driedelig community tv-programma waarin de nieuwe naam van het Rotterdamse kunstinstituut Melly wordt gelanceerd. En vandaag richten we ons op Joy. In het laatste gesprek spreek ik met Leal, die zat hier al. We hebben het gehad over het belang van plezier in tijden van protest. En Non van Driel is aangeschoven. Non, we gaan het hebben over zorg, aandacht en veiligheid tijdens het feestvieren. En even als een bio. Non is humanistisch verzorger, geestelijk verzorger. Non werkte bij de Hangout 010, initieerde en organiseerde 5 jaar lang genderbending queer feestjes in Rotterdam. En die werkte in GGZ, in de GGZ. Als genderclown zet Non zich in voor het creëren van veiligere ruimtes. Welkom. Dankjewel. Het gaat misschien in tegen jouw hokjes doorbrekende praktijk, maar ik ga je toch 2 definitievragen stellen. Namelijk, wat is een geestelijk, ik struikelde er net al over, geestelijk humanistisch verzorger. Ja. En wat is een genderclown? Genderclown, ja. Nou, hokjes doorbreken is leuk, maar je moet ze eerst neerzetten. Dus dat is ook belangrijk voor de veiligheid. Ja. Dus ik ben geestelijk verzorger. En geestelijk verzorgers zijn mensen die zijn opgeleid om te praten over levensvragen. Meestal in grote instituten, zoals gevangenissen, het leger. En in mijn geval is het de psychiatrie. Ik ben dan humanistisch geestelijk verzorger. Wat betekent dat ik ben opgeleid om vanuit het humanisme, vanuit het mensbeeld van het humanisme, met mensen te praten. Maar in principe is algemeen geestelijk verzorger ook een term die past. Genderclown? Ja, de genderclown is eigenlijk een beetje mijn eigen genderidentiteit. Op het moment dat ik mijn eigen genderidentiteit ten volste leef, ja, ben ik de genderclown. Dus op het moment dat ik dat feest wat je noemde, de Genderbending Queer Party, daar is de genderclown geboren. En de genderclown is een zorgende genderidentiteit die tegelijkertijd ook alle frames rondom gender belachelijk maakt eigenlijk. Omdat het belachelijk maken van iets wat pijnlijk is, dat is dan een strategie van de genderclown. En ja, daar voel ik me heel prettig bij, ja, in bepaalde spaces. Maar er zit ook iets ontwapenends bijna in misschien. Of een soort toegankelijkheid misschien aan een clown. Ja, dat hoopte ik altijd wel, ja. Het was bij mij wel, want je hebt natuurlijk, je hebt in de queer scene de drag als een performance die veel wordt gebezigd. En ook mensen die feesten organiseren zijn in drag. En ik organiseerde een feest en ik wilde eigenlijk zo'n manier van drag laten zien die uitnodigend zou zijn voor mensen en dus ook laagdrempelig. Dus niet een hele perfecte make-up waar ik uren over doe, maar gewoon iets wat in 20 minuten gebeurd was. En waar mensen zich voor uitgenodigd voelden om dat ook daar op dat moment te doen. Ja. Dus er zit inderdaad wel, dat is wel, het uitnodigende is belangrijk, ja. Ja. Leo, je hebt het hiphophuis een warm bad genoemd en ook een leergemeenschap. Mm-hmm. Maar waar wel normen en waarden worden gedeeld. Kan jij voor jouzelf benoemen wat die gedeelde normen en waarden zijn? Dat iets wat ik altijd belangrijk vind om te benadrukken is, zeg maar, dat het hiphophuis eigenlijk bestaat uit verschillende communities. En elke community heeft zo zijn of haar eigen waarden, normen. En wat we eigenlijk proberen te doen is daar overlap in te vinden en ook per moment of programmering of whatever te zeggen van, nou ja, dit is een moment voor dit is een moment voor dat. Zodat we elke community op hun manier veilig laten voelen. Eén ding wat, zeg maar, wel een overarching, een gemeenschappelijk thema is, is dat we zoeken naar de overlap. Dat we zoeken naar wat ons bindt. En wat ons bindt is vaak enjoyment van muziek, van dans, van samenkomen, eten, lachen, noem het maar op. Eigenlijk proberen we met de hiphophuis te focussen echt op, oké, wat bindt ons, in plaats van te denken in hokjes van afkomst of seksen of whatever, sexual orientation. Dat is wel iets wat bij ons heel belangrijk is.
En dat is niet een vastgegoten iets. Dat is een organisch iets wat zich blijft ontwikkelen. Dus we leren elke dag. Maar er zitten ook soms regels bij of etiketten, toch? Ik hoorde over de cijferetiket bijvoorbeeld. You've done your homework. cijferetiket, dat is een vrij breed begrip. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat we... Je zorgt ervoor dat iedereen een podium krijgt, dat iedereen zijn woordje mag doen. Dat je rekening houdt met iemand die heel erg op de voorgrond wil staan, maar ook iemand die misschien liever op de achtergrond blijft staan. Je zorgt ervoor dat verschillende mensen ook een seat at the table hebben. Omdat het hiphopijs wordt vaak genoemd als een voorbeeld van inclusiviteit. En nou, dat vind ik een positief iets. Maar zoals ik eerder zei, dat is een proces. En iedereen heeft zijn valkuilen. Dus ook wij moeten soms bijvoorbeeld bewust bij stilstaan van denken wij genoeg aan bijvoorbeeld mensen met een beperking? Of denken wij genoeg aan mensen vanuit deze cultuur? Of noem het maar op. Dus eigenlijk is het een vorm van jezelf kwetsbaar durven opstellen en kritisch durven zijn over je eigen perspectief. Dat je niet alle wijsheid in pacht hebt. Mm. En kan je heel kort samenvatten wat de cijferetiket inhoudt? Of is dat eigenlijk wat je nu beschreef? Mm-hmm. Want dat is natuurlijk wat het doet. Ja. Maar is het een soort van strategie of een methode? Of? Ja, het is lastig om daar één antwoord op te geven. Ja. Want elke community heeft zijn of haar eigen manier van communiceren. Mm. Snap je? Dus wij focussen ons dus bijvoorbeeld vooral op muziek, dans... beeldende kunst, sociaal-maatschappelijke knowledge. En elke vorm heeft zijn of haar eigen etiquette. Dus je kan daar niet een soort van one-size-fits-all oplossing op plakken. Ja. Weet je wel? Ja. Ja. En volgens mij is dat een heel belangrijk aspect. Hè? Dus dat er niet één soort overkoepelende regel kan zijn. Maar er zit wel, wat ik heel interessant vond in jullie beide praktijken, is dat er een hele actieve... actief streven is naar een veiligere ruimte. Mm-hmm. Non, jij zei op een gegeven moment... het is niet zo dat je alleen maar bordjes moet ophangen van wat er niet mag. Je moet niet alleen onveilige of gevaar moet je weghalen. Maar je moet actief streven naar een veiligere ruimte. Kan je iets vertellen over hoe je dat doet? Ja. Ik herken heel veel in wat jij zegt over... dat hoorde ik je niet letterlijk zeggen, maar ik denk dat ik het zo wel een beetje heb begrepen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om een veilige ruimte te maken. En dus ook dat het ook een uitnodiging moet zijn. Bij een feest dus bijvoorbeeld, als mensen aan de deur komen, dan zijn er bepaalde, ik noem het intenties. Omdat een intentie voor mij een soort van beweging naar een bepaald doel is die je samen maakt. Dus dat betekent niet dat het altijd lukt. Hè. Zoiets zei je ook al van, je mag ook fouten maken. Maar de intentie is om met elkaar dus die ruimte te creëren. En dat vraagt ook om een bepaalde houding aan de deur. Die mensen uitnodigt om te helpen. Om te helpen om het een veilige plek te maken. Om te helpen in de gaten te houden of degene met wie je bent het nog prettig vindt. Om op de dansvloer gezamenlijk ervoor te zorgen dat mensen genoeg ruimte krijgen voor wat ze nodig hebben. En wat er vaak gebeurt is dat aan de deur mensen denken dat het gaat om identiteiten. Want het is een queerfeest, dus dan gaat het om... er mogen alleen queers binnen bijvoorbeeld. Maar queers, er is niet één queer. Je kunt ze niet herkennen aan hoe ze eruit zien. Dat is een beetje het punt van zo'n veilige ruimte. Dat je dus geen oordelen hebt over hoe iemand... Dus en zeker als iemand aan de deur van een queerfeest met jas aan... Dan kun je niet inschatten van wat iemands identiteit is, gender of seksualiteit. Dus het gaat dan meer om diens houding. Misschien eerst aan jou, maar hoe breng je toegankelijkheid als een centraal punt in het hiphophuis? En hoe nodig je uit? Hè? Ja. 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 Moet er ergens beginnen. Ja. Kijk, een ding wat ik denk dat belangrijk is, is in het hiphophuis, ik zei het al, we hebben verschillende communities. We hebben bijvoorbeeld de crump community, dat is een dansstijl. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de ballroom community. We hebben veel wogers in huis.
En dat zijn twee communities die dan nu in de dans zitten. Die komen beide vanuit black culture, brown culture, African American culture. Maar die hebben zo verschillende manieren van relating to each other. Weet je wel? En het is goed voor jezelf om te beseffen van, oké, zij voelen zich hier prettig bij. Zij voelen zich daar prettig bij. Als we ze nu samen willen hebben, dan moeten we de common ground gaan zoeken. Mm. En dat kan dus ook betekenen dat als er dingen zijn die met elkaar clashen, dat je daar dan even gezamenlijk soort van water bij de wijn doet. Van, dan doen we dat naar allebei kanten niet. De regels die je opstelt, maar ook wie zet je bij de deur? Wie bedenkt het programma? Wie zit in de organisatie? Wie zijn de partners? Wie is het publiek? Je kan niet alleen aan het einde van het project een paar dingen tweaken en dan is iedereen welkom. Nee, het gaat eigenlijk tot aan de kern vanaf het begin van het project. Van zijn alle juiste ingrediënten er vanaf het begin af aan al om iets mogelijk te maken. En dat is wel iets wat ik soms mis in de cultuursector in general. Dat een instituut of organisatie denkt van nou, we maken zo'n programma en dan komen ze wel. Of dan voelen ze zich wel veilig. Mm. And that's not how it works. Ik zie jou heel erg knikken. Ja. Ja, daar ben ik heel erg mee in. En ik denk inderdaad ook van de Gender Bending Queer Party bestaat niet meer. Maar nu is er Klauw gekomen. Maar de volgende generatie heeft het overgenomen. En ik zeg ook heel vaak tegen hun, geef alsjeblieft een feest wat je zelf, waar je zelf wil zijn. Want er is zo, je schiet zo snel in de valkuil om ervoor te zorgen dat alles perfect is voor anderen. Dat je dan vergeet van, waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? Ja. En waar wil ik zelf eigenlijk aan deelnemen? En nou ja, als je het over joy hebt, is dat natuurlijk super belangrijk. Want ik merk nu al in het gesprek dat we heel serieus aan het praten zijn. En dat het zo... Ja, het is zo'n serieuze zaak om zo'n veilige ruimte te maken waar joy zich in kan plaatsvinden. Dat soms de joy in het organiseren een beetje verloren raakt. En ik denk dat is wel iets waar... Dat vind ik soms wel jammer. Omdat zeker nu, het heel erg wordt ook heel erg gecontroleerd natuurlijk. Ook via social media of organisatoren het wel goed doen. Of ze wel inclusief zijn of ze wel aan iedereen denken. En dat is terecht. Maar daar is ook een enorme druk voor organisatoren om het perfecte evenement neer te zetten. En dat is ook, die verantwoordelijkheid kan niemand aan. Daarom is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Grappig, want ik moest eraan denken... Als je het hebt over de, moet ik het goed zeggen, Dutch Dance League. Ja. Dan zit een element van competitie in. Vind jij, je kunt ook denken, oh zorg, dat wordt een soort van allemaal bij elkaar. Alles komt goed. En, mm-hmm. Maar competitie lijkt ook een vorm van eigenlijk support aan elkaar te zijn. 100%. Heel goed dat je dat aansnijdt. Kijk, in hip-hop cultuur bijvoorbeeld is competitie, battling, is een fundament zeg maar binnen de verschillende disciplines. In muziek gebeurt het, in dans gebeurt het, in beeldende kunst, zelfs graffiti gebeurt het. En competitie als een vorm van elkaar scherp houden, elkaar opbouwen. Je kan competitie zien als iets negatief, van ik moet winnen, jij moet verliezen. Maar je kan het ook zien van we pushen elkaar to be better. Het is een reflectiemoment, het is een conversatie, het is een dialoog. Mijn associatie met plezier zit vaak ook in dingen waar gewoon... That get me worked up. Passie. Mm. Weet je? Dat ik adrenaline voel. Dat kan ook plezier zijn. Mm. Weet je wel? We zijn nu aan het einde gekomen van deze aflevering. En tevens was dit ook de laatste aflevering van Melly TV. Deze afleveringen zijn ontwikkeld om de naamlancering van het Rotterdamse Kunstinstituut Melly te lanceren. En dat is gedaan met kwetsbaarheid, leren en vreugde. Al deze drie afleveringen hebben plaatsgevonden in deze ruimte, in de kelder van het Melly Instituut. Het is hier koud, dat is mooi, dat maakt ons actief. En het toont ook aan dat institutionele verandering bij de fundamenten begint. Blijf op de hoogte van kunstinstituutmelly.nl. De programmering komt daar online vanaf 9 april. Een nieuwe culturele koers. We gaan nu naar het laatste deel van deze aflevering. En dat is een samenwerking met Odair Pereira, ontwerper van DARE. Ook ik zit in DARE. En zijn team. Vergeet niet, feestvieren doe je niet pas na de revolutie,
pleasure, zoals Adrienne Marae Brown het zegt. Het helpt ons nadenken tegen het schaarste denken wat ons doet geloven dat werkelijke verandering niet gebeuren zal. Het feit dat we dus nu al een nieuwe naam vieren, betekent dus ook niet dat we er al zijn. Joy is care. Joy is listening. Joy is sweating, dancing, and FaceTime phone calls. Joy is rehearsing the revolution. Joy is vulnerability. Joy is care. Joy is listening. Joy is learning. Joy is healing. Joy is critique. Joy is beauty. Joy is love. Joy is care. Joy is listening. Joy is learning.